Kijken, de temperatuur is vandaag 9 graden. Dat heb ik natuurlijk nodig voor mijn temperatuurdekentje voor straks. En oh, nou en welkom bij deze vlogmas. Ik zou het bijna vergeten. Je zou toch zeggen dat iemand na 15 dagen wel een beetje weet wat je moet zeggen, hè? Ik heb vanmorgen de pannen aangehad. Ik had niet mijn statief mee naar boven, dus ik heb er geen beelden van gemaakt. Maar voor wie het interesseert, ik heb in de navy geverfd. Mijn donkerblauwe semi-solid. En nou, zoals jullie horen, mijn stem, dat blijft ook een beetje wisselend succes, zeg maar. Ik was heel blij dat hij gisteren tijdens mijn radio-optreden het eventjes wat beter deed. En ik heb straks heb ik gezellige visite waar ik me erg op verheug. Mijn achternichtje komt. Nou, we hebben elkaar. Nou. Misschien wel 8 jaar of 10 jaar of zo niet gezien. Dus dat is best een ding. En dus dat is ook erg gezellig. En. Haar partner moest hier in Nijkerk ergens zijn. En terwijl hij zijn dingen doet waar hij afspraken heeft, komt zij gezellig bij mij bijkletsen. Nou, dat is toch leuk. We hebben onze hele jeugd eigenlijk in hetzelfde dorp doorgebracht. Gingen naar dezelfde school, zaten in dezelfde klas, zaten op dezelfde handbalclub. We kennen heel veel dezelfde mensen en ik ben uiteindelijk echt een eindje weg verhuisd naar Nijkerk. Ik zit 110 kilometer van mijn oorspronkelijke woonplaats, zeg maar. En zij woont in Delft. Dat is maar 5 kilometer van Schipluiden, onze oorspronkelijke woonplaats. En volgens mij kent zij ook nog heel veel mensen daar. Maar ik vind het onwijs leuk dat we straks uitgebreide tijd hebben om bij te kletsen. Verder kregen we een kaartje uit Nijkerk door de bus. Ik vermoed dat het van een van de lokale kerken komt, maar dat weet ik niet zeker. Lieve onbekende, leuk dat je dit kaartje gevonden hebt. Je mag het laten liggen, meenemen of weggeven aan iemand anders. Nou, blijkbaar heeft iemand dit weggegeven aan iemand anders, want het lag bij mij in de brievenbus. Dus dat is heel lief. Er staat hier op de achterkant nog: als je morgen wakker zou worden zonder angst, wat zou je dan als eerste doen? Nou, ik ben toch blij dat ik de meeste dagen wakker word zonder angst, zeg maar. Ik vind het een beetje, ja, ze bedoelen er vast iets heel erg filosofisch, dieps, doordenkerigs mee. En ik denk alleen maar: wat vreselijk als je elke ochtend wakker wordt zonder angst. Dus hij pakt mij niet helemaal, om het zomaar te zeggen. Wat er wel in zat, en dat vind ik heel leuk. Ik weet niet hoe dit materiaal heet, maar er is vast een slimmerik onder jullie die dat wel weet. Hoe heet dit nou toch?
Dat parelmoerachtige, maar wat is het ook alweer? Komt het uit de zee? Educate me. Maar dit is natuurlijk wel schattig. Als kerstbal bedoeld. Dus die zat erin. Nou, dat vind ik heel leuk. Dus we gaan vanavond de boom zetten. Kan die er gelijk in. En voor wie het kaartje in de bus gedaan heeft, hartstikke lief. Ook al snap ik de filosofische spreuk niet helemaal. Het is wel heel erg lief. Dankjewel daarvoor. Verder heb ik volgens mij deze nog helemaal niet laten zien. Dit was het sponsorcadeautje van mijn eerste workshop in Barcelona. Die werd gesponsord door Casa Sol. En dit is garen, made in Spain. En de kleur staat erop. En even kijken, het is organic cotton detox. Nou, dat is lekker. En het is 300 meter per 100 gram. En de kleur is rosa nude. En dit sponsorcadeautje heb ik besloten om zelf te houden. Want hier had ik er uiteindelijk maar liefst 5 van. Er waren een aantal plaatsen niet bezet in die workshop. Dus er bleven 3 tasjes over, geloof ik. En er was gewoon ook nog iemand die zei, nee, ik heb echt helemaal niks met dit materiaal. Nou, ik heb nauwelijks katoen. Maar dit is bij elkaar 1500 meter. Dat is voldoende voor een truitje. En ook al is het bleke, roze-achtig. Nou, dat zou ik 's winters helemaal niet bij mijn gezicht moeten houden. Nu kom ik net uit de douche, dus dan ziet het er alweer wat anders uit. Maar dan denk ik, nou, voor de zomer is dit misschien wel heel leuk. En ik kan altijd nog besluiten om het anders te doen. Hè? Maar voor wie tips heeft voor een truitje waar je dit garen goed voor zou kunnen gebruiken. Ik heb al op Ravelry gezocht, maar er was niet zo heel veel te vinden over dit garen. Dus misschien is het nog heel nieuw. Dat kan natuurlijk, dat weet ik niet. Nou ja, ze hebben het een andere naam gegeven, wie weet. Maar goed, ik sta open voor suggesties, dus verras me. Ik ga nog een vraag... Ik ga eerst mijn computer even pakken en dan ga ik nog een vraag beantwoorden. Daar gaan we weer. Lisbeth die zegt... Het lijkt me leuk om iets over boventherapie te horen. Mijn nichtje doet boventherapie met paarden. Ze zet soms filmpjes op Facebook. Ze brengt de paarden bij een behandeling in zo'n diepe ontspanning. De paarden staan daar te gapen. Bij mensen zou je zeggen, je mond kan niet wijder open. Behalve dat gapen zie ik de ontspannen spieren. Het paard staat erbij als een zoutzak. Het ontroert me als ik dat zie. Ja, Lisbeth... Dat is eigenlijk wel een beetje wat er gebeurt tijdens een boombehandeling. En het leuke is dat kinderen en dieren, die denken daar niet zoveel over na. Ik weet nog dat ik als eerste een boombehandeling kreeg en dat ik op de tafel lag dat ik dacht, nou zeg, dit is zo zacht, dat kan toch niks doen. En wat een... waarom maakt hij een rolbeweging op die plek? Wat loopt daar dan aan spieren? Of wat is het? Dus ik maakte mezelf daar ook schuldig aan. Ik liet mijn hoofd aan. Terwijl je eigenlijk gewoon bij een boombehandeling vooral je lijf en het centrale zenuwstelsel het werk voor je moet laten doen. Boentherapie richt zich op het fasciale weefsel in je lichaam. En het doel is om het lichaam te helpen terugkeren naar een optimale balans. En dat noemen ze met een mooi woord homeostase. Ons lijf heeft een ontzettend goed geheugen. Ons lijf weet hoe wij in optima forma kunnen functioneren. Hoe wij het meest klachtenvrij door het leven kunnen gaan... En dat gaat natuurlijk niet
zozeer op voor dingen waar geen genezing voor mogelijk is. Maar zelfs als dat aan de hand is, als ik mensen met een chronisch ziektebeeld behandel, dan kan ik ze wel weer een aantal weken plezieriger en pijnvrijer door het leven laten gaan. De Bowen-therapeut maakt zachte rolbewegingen op spieren en pezen en ligamenten. En daarbij ondersteunt het het lijf om patronen af te leren die je eigenlijk niet dienen. He, stel je nou voor, je stapt van een trapje en je zet je voet scheef neer en je verzwikt je enkel. Nou, dan ga je een beetje die enkel ontzien, dus je gaat een beetje, ja, hupsend, hippend door het leven. Om die enkel dus zo min mogelijk pijn te laten doen tijdens het lopen. Maar doordat je zo'n raar looppatroon ontwikkelt, hè, ook al is het maar tijdelijk, dat gaat van invloed zijn op wat er in je lijf gebeurt. Dus uiteindelijk wordt die enkel wel beter. Dat hoop je, hè, dat er geen blijvende schade is. Bij een verzwikking gaat dat meestal heel goed beter worden. Maar je hebt dus wel je lijf op een rare manier eigenlijk gebruikt. En dat is fijn hoor, dat dat lijf dat kan. Want ons lijf zorgt er wel voor dat we blijven gaan. Hè. Maar ja, daardoor zou je bijvoorbeeld met een restpijntje in je heup of onder in je rug of in je schouder kunnen blijven zitten. Waarbij je misschien helemaal niet meer eraan denkt dat dat misschien ooit bij die enkel wel in gang gezet is. Nou, als je bij een Bowen-therapeut komt en je ondergaat de behandeling, die zachte rolbewegingen en het is echt, bijna iedereen ervaart een diep gevoel van ontspanning. Hè? Wat je zegt, dat die paarden ook gewoon helemaal ontspannen en als een zoutzak erbij staan. Mensen die goed hun in hun lijf kunnen voelen, of mensen die goed hun gedachten kunnen laten stilvallen, zeg maar. Die kunnen dat ook ervaren. En bij mij lig je op een behandeltafel, dus je staat niet als een zoutzak, maar inderdaad gapen, heel ver wegzakken in je ontspanning. En dat dagen later nog kunnen ervaren, dat zien we vaak gebeuren. En het centrale zenuwstelsel, even simpel gezegd, we hebben twee onderdelen. We hebben de sympathicus en de parasympathicus. En de sympathicus zorgt ervoor dat je in actie komt en dat je, je kunt haasten of door het leven kunt bewegen, dat je focus en concentratie kunt hebben. En je parasympathicus, die zorgt ervoor dat je kunt uitrusten, dat je je eten verteert, dat je diep slaapt, dat je zelfvernieuwing goed op gang komt. Hè. En als je in homeostase, in balans bent, dan is er dus ook een balans in die parasympathicus en sympathicus. Maar in het hedendaagse leven hebben we zoveel haast en we hebben zoveel dingen waar we onze aandacht aan moeten schenken. En we hebben de hele dag dingen om ons heen. Als je nu al kijkt hoeveel keer er hier voorlangs een auto rijdt bijvoorbeeld, maar ook telefoontjes die afgaan. Dingen die je de hele dag ruikt en proeft en ziet en voelt en ervaart. Weet je, we staan echt heel veel aan. En dan heb ik het nog niet eens over wat televisie kijken of het nieuws lezen met ons doet bijvoorbeeld. We staan ontzettend veel aan. En daardoor zou het kunnen zijn dat de balans tussen je parasympathicus en je sympathicus een beetje uit het lood ligt. Nou, en als je nou bij een bovenbehandelaar op tafel ligt, dan helpt dat ook om die balans weer terug te vinden. En je snapt natuurlijk wel dat als je parasympathicus op gezette tijden van de dag mag overheersen, dat dat dus ondersteunt bij genezing, bij zelfvernieuwing. Dus dat dat het zelfherstellend vermogen van ons lichaam een boost geeft.
En het zelfherstellend vermogen, dat is helemaal niet zweverig. Want stel je voor dat we het niet zouden hebben. Dat je in je vinger snijdt en dat het nooit meer dicht gaat. Dat zou toch echt verdraaid lastig zijn. Dat kun je een paar keer doen, maar dan kan je toch je handen niet meer gebruiken. Dus ons lijf kan zoveel voor ons oplossen. Maar we leven natuurlijk ook in zo'n snelle maatschappij dat we in heel veel gevallen het geduld er ook niet meer voor hebben om erop te wachten tot ons lijf iets voor ons oplost. Hè? Dus we willen medicatie tegen dingen die uit balans zijn. En we stoppen ons helemaal vol met pijnstillers. En gelukkig dat al die middelen er zijn, hè. Maar eigenlijk denk ik dat het heel goed voor ieders gezondheid zou zijn als we ook wat vaker het nog weer aan ons lijf overlaten. Een lijf gaat niet voor niks ziek worden of pijn doen. Dat is een signaal. En als we dan tot rust kunnen komen, rust kunnen nemen en rust kunnen ondersteunen, dan zal je er nog verbaasd van staan hoe ver we nog weer op onszelf kunnen komen, zeg maar. Nou, ik zou hier 2 dagen over door kunnen praten. Dat ga ik niet doen. Maar ik dacht, ik zal wel eventjes het werk als bowentherapeut aanstippen. En inderdaad uitleggen hoe het komt dat die paarden zich zo goed kunnen overgeven aan die ontspanning. Dat, een dier staat niet te denken van, nou, wat een rare behandeling is dit. Nou, wat doet ze nou en wat gaat er nu gebeuren? Dieren en kinderen, die denken daar gewoon niet zo diep over na. Volwassenen wel. En ik vind het altijd heel fijn als ik tijdens de behandeling terug mijn kamer inkom. Want ik ga een aantal keren de kamer uit, hè, om de cliënt echt zoveel mogelijk tot rust te laten komen. En als ik dan weer de kamer inkom en ik hoor aan iemands ademhaling dat hij echt in een diepe, diepe ontspanning is. En dat als ik aan het eind van de behandeling tegen iemand zeg, dit was het voor vandaag. En ik hoop dat het allemaal zijn weg vindt in je lijf. En dat het je weer helpt op de weg terug naar herstel. Zulke soort woorden gebruik ik. Omdat ik denk dat ook dat in de holistische visie ook heel erg helpt. Hè? Holisme, dan behandel je niet de klacht, maar je behandelt de mens als geheel. Niet alleen het lijf, maar ook het denken en hoe iemand in het leven staat en zo. Dus ik probeer de behandeling altijd positieve en helende woorden ook af te sluiten, zeg maar. Als ik dan iemand wakker maak, of tenminste ja, zeg van dit was het voor vandaag. En iemand moet echt helemaal een beetje bijkomen uit zo'n toestand van diepe ontspanning en geeuwen en uitrekken. En dat vind ik echt heerlijk. Wat een fijn vak heb ik toch. Ik ben een heel blij mens in mijn wolhobbywerk. Maar ik ben ook echt een heel blij mens in mijn therapeutenvak. Dat vind ik ook echt prachtig om te doen. Ik hoop dat dit je vraag een beetje beantwoord heeft. En ik hoop dat ook de mensen die deze vraag niet gesteld hadden en alleen maar voor de wol komen, dat ze dit een leuk verhaaltje vonden om naar te luisteren. En ik zou zeggen voor nu, ga je lekker vermaken met dag 16 van het patroon. De laatste dag uit het wintertafereel. Hè. Morgen dan gaan we stiekem de lente in. Ook al staan we nog maar aan het begin van onze winter nu. En ik zou zeggen, brei je blij en ik zie jullie morgen. Dag!